tijd. Nou ja, welkom luisteraars en welkom Kim Kuipers. Universitair hoofddocent aan de Universiteit van Maastricht. Dan ga ik eventjes spieken, want het is een hele mond vol. Dat doe je aan de afdeling psychofarmacologie, neuropsychologie en neurowetenschap. Hele mond vol. Ik zou dat willen samenvatten. Volgens mij die erg vet interessant onderzoek op echt een waanzinnig onderwerp, namelijk psychedelica en de invloed daarop op mens. Ik vind het waanzinnig interessant, dat klopt. En waar komt dat vandaan? Want dat is niet, er is niet een grote mainstream aan psychedelic researchers. Wel steeds meer, maar nog niet. Wat fascineert jou hierin, in dit onderwerp? Dat is eigenlijk allemaal heel toevallig gekomen. En dat gaat jaren terug, toen ik zelf als student moest kiezen wat ik ging leren. En ik had interesse in farmaceutische wetenschappen, maar ook in psychologie. En toen is de keuze uiteindelijk op psychologie gevallen. Ik ben in Maastricht terechtgekomen. En dan gaan we even fast forward een paar jaartjes. Moest ik stage doen. En ik kreeg voorlichting en daar zei iemand van, we gaan MDMA-onderzoek starten en dan de effecten onderzoeken op mijn vaardigheid. En ik denk dat mijn hoofd ontplofte toen ik dat hoorde. Ik dacht, wat gaan ze doen? Ik wil het niet geloven, dus ik wou dat super graag doen als stage. Gewoon omdat ik eigenlijk al die interesse had in stoppen en dat kunnen geven aan mensen. En dat psychologen kunnen dat dan niet. Dus ik had dat als plan en toen zeiden ze, ah ja, de ethische commissie, dat is allemaal nog niet in orde, je gaat niet anders kiezen. En toen heb ik ook een andere stage gedaan en dat was ook stoffen toen, maar het waren antihistaminica, dus je neemt als je allergisch bent. En maar dat interesseerde mij ook. Het is gewoon het feit dat je iets kunt geven aan iemand en gedrag of emoties kunt veranderen, wat super interessant is. Goed, dat heb ik gedaan, ik was afgestudeerd. Toen kwam er een PhD-plek vrij op het project met MDMA. En zo ben ik erin gerold. Puur toeval. En het is wat ik heel leuk vind om te zien, als je kijkt naar, want je hebt echt meer dan 100 publicaties inmiddels. Dat weet ik niet. Dat is, ik heb op Narcissus gekeken, een aantal van die plekken waar je kan zien wat voor onderzoek je doet. Dus misschien alles bij elkaar, ook boeken en conferentiestukken en zo, meer dan 100. Ik vind het heel tof om te zien dat het begint met de negatieve effecten van MDMA bijvoorbeeld. Op rijvaardigheid, op geheugen heb je onderzoek naar gedaan. En ergens is daar een switch ontstaan naar de positieve effecten van deze stoffen. Kan je daar wat over vertellen? Ja, ook dat moet in zijn tijdsgeest gezien worden. Dan gaan we terug naar eind jaren 90, waarin er eigenlijk veel te doen was over ecstasy. Ik praat daar niet graag over. Hè. Wij doen onderzoek met MDMA, dat is iets anders dan ecstasy. Maar goed, ze zeiden, er waren studies gedaan die vergeleken ecstasy-gebruikers met gezonde proefpersonen, noemen ze dat dan, mensen die niks gebruikt hebben. En ze zagen dat die mensen wat ecstasy gebruikt hadden, dat die hun geheugen slechter was. Ja goed, dat kan door allerlei redenen komen. Die groepen zijn misschien om te beginnen al niet vergelijkbaar. En door ons type studies te doen, de drug geven en dan kijken wat het doet op het gedrag, daarmee kun je causale verbanden aantonen. En dan weet je pas of de drug echt een invloed heeft op geheugen. En dat is wat we gedaan hebben. Dus om te kijken of MDMA echt een slechte stof was. Niet om dat te kunnen bewijzen, maar gewoon om te weten van, is dat nu waar? Aangetoond dat een enkele dosis geheugen verslechtert. Maar we hebben ook de dag nadien gemeten en die effecten waren op dag 2 niet meetbaar. Dus dat liet ons concluderen van, ja, het werkt wel degelijk op geheugen, maar het veroorzaakt geen blijvende schade na 1 dosering. Dus daar moeten we allemaal heel voorzichtig in zijn. Het herhaaldelijk gaat gebruiken in hoge doseringen, dat is niet goed voor u. Die tijdsgeest was daar toen, focus op de negatieve effecten. En dan jaren later begonnen mensen toch te denken van, je zag niet hoor, een beetje veranderen. Mensen gebruiken het voor de positieve effecten,
Dus laten we eens kijken wat dat precies doet. Daar hebben wij ook onderzoeksgeld voor gekregen van NWO. En dat zijn we dan beginnen te onderzoeken. En nu zijn we waar we zijn. Hè. Iedereen heeft die focus. En ik vind het eigenlijk leuk dat je vraagt, want ik was gisteren nog aan het nadenken. Ik dacht, eigenlijk moeten we terug die focus ook op de negatieve effecten gaan doen. En waarom? Omdat mensen daarnaar vragen. Van mainstream mensen. Het klinkt zo goed, maar er zijn ook negatieve effecten met klassieke psychedelica. En ik denk dat we dat ook in kaart moeten gaan brengen. En is dat er dan niet? Is het eerste wat mij dan te binnen schiet? Ja. Wat we eigenlijk systematischer dan moeten doen, is denk ik, als we kijken naar het onderzoek wat nu gebeurt met psychedelica, we gaan focussen op bepaalde cognitie. In die zin is het er wel dat je kunt zeggen van oké, het veroorzaakt bijvoorbeeld geheugeneffecten, maar ik denk we moeten een totaalpakketje zien, dat is wat ik bedoel. Ja. We moeten duidelijk gaan zijn over welke effecten heeft het op fysiologische parameters zoals hartslag, bloeddruk, welke bijwerkingen heeft het, dat systematischer in beeld gaan brengen. Want we vragen bijvoorbeeld, we nemen vragenlijsten af om te weten of ze zich angstiger voelen. Ik denk dat we dat gebalanceerd in beeld moeten brengen. Voor ons zijn dat vragenlijsten om te kijken hoe gemoedstoestand is. En we tonen dat ook, hè, maar ik denk dat we gewoon gebalanceerd in beeld moeten brengen. Ja, want nu lijkt het een beetje, vooral als je een klein beetje gaat zoeken. Ik kan ook een videootje bijvoorbeeld tegen, een artikel, waarom alle psychiaters ja zeggen tegen MDMA, ja. En ook al microdoseren, alles wat daar nu zo bruist bijna, wat er zo door wil borrelen. Ik kan me best wel voorstellen dat mensen ook vragen van ja, maar wat, het is niet alleen maar natuurlijk positief. Klopt. En dat is ook helemaal terecht. En ik denk, en soms zeggen mensen ook, je bent er zo positief over. En dan begin ik na te denken en dan denk ik, ja, het klopt misschien wel. Maar wij hebben die kennis in ons achterhoofd van wat het nog allemaal kan doen. En ik denk dat we misschien niet altijd, en dat is niet bewust, hè, maar dat we dan niet het complete plaatje laten zien. Nogmaals, hè, niet bewust, niet om mensen te beïnvloeden, maar ja. Ja, het is ook wel, want ik ben zelf ontzettend in geïnteresseerd. Ik heb er ook al meerdere mensen rondom het thema psychedelica gesproken. Is dat, er was nogal een hobbel te nemen om überhaupt hier te komen weer, om weer legaal onderzoek te mogen doen. Dus het is ook wel logisch, denk ik, dat het eerst laat zien. Maar ja, kijk eens wat het is. Kan je misschien eens wat vertellen hoe dat als onderzoeker, waar je bijvoorbeeld tegenaan loopt? Is er nog heel erg taboe of is dat inmiddels ook al wel weer voorbij? Hoe gaat dat onderling in die academische wereld? Taboe? Ervaar ik niet echt, maar ik denk dat komt omdat wij in Nederland zitten. Ik ben van België, hè, maar ik werk in Nederland. En ik denk dat het klimaat daar, of mensen zijn meer open. Ik denk dat in andere landen dat anders kan zijn. Door natuurlijk met onderzoekers te praten, kom je daarachter. In Duitsland is het ook lange tijd moeilijk. Het is een heel ander klimaat. Die zijn nu ook gestart met hun trials. Dus nee, taboe ervaar ik niet. Hordes die moeten genomen worden, wel. Het is ontzettend duur onderzoek. Je moet een paar €10.000 hebben, minstens, eer dat je de stof hebt. En dan heb je de stof, maar dan kun je het onderzoek nog niet doen. Daar komt veel meer bij te kijken. Een goedkeuring van de ethische commissie. Je hebt een arts nodig. Het kost bakken vol geld, dit soort onderzoek. En dan hoor ik mensen ook zeggen, ja, maar we hebben de dingen toch die groeien, hè? Maar dat mogen we niet gebruiken. En soms zijn mensen zich er lang niet bewust van dat we bijvoorbeeld niet zelf gekweekte cannabis of zelf gekweekte paddenstoelen kunnen geven aan mensen. Omdat we moeten
weten dat wat we aan iemand geven, dat dat altijd hetzelfde is. En daarom moet dat onder gecontroleerde omstandigheden gekweekt worden. En daarom is het zo duur. Ik zou zeggen, de grootste horde is een taboe met echt geld. Ja, en beschikbaarheid. Want als ik ook kijk naar de stoffen die je onderzoekt, het is best wel... Je zou bijna denken, het is een leuk feestje, maar dan hebben we het over MDMA, ayahuasca, LSD. Cocaïne zag ik ook in de lijst bij komen onderzoek, maar ook psilocybine, dus de magic mushrooms die je net al noemde. Maar ook een paar dingen die ik wel interessant vind, bijvoorbeeld een synthetische cannabinoïde en een novel psychedelic compounds. En dat, dus er gebeurt ook al wat in de... in de farmacologie, om het dan zo maar eventjes te zeggen. Ik zie dat jij er ook vooral op aangaat. Dus wat zijn de, is dat dan the way to go? Dat we daar andere compounds die makkelijker ook te maken zijn, bijvoorbeeld, ook voor dit soort, voor dit onderzoek bijvoorbeeld? Ja, goh, dat is echt een hele leuke vraag. Ook op dat gebied zie je dat er veel aan het gebeuren is. Enerzijds van bedrijven die denken, die aan het zoeken naar andere type stof die dezelfde effecten heeft als psilocybine bijvoorbeeld, maar dan niet de hallucinogene effecten. Dan vraag je misschien er nog over op biologisch niveau dan, dat ze proberen enkel symptoomverbetering te krijgen. Ik weet niet, ik zeg maar iets. Dus je hebt de bedrijven die daar mee bezig zijn, maar er zijn ook onderzoekers die de stoffen proberen te tweaken. En dat is mooi om te zien. Wat ik ook denk, en dat is iets, het is moeilijk om te testen, maar ik zou graag de natuurlijke stoffen willen testen. Dat we kunnen zeggen van, we gebruiken die paddenstoel wat daar staat, omdat we werken met de synthetische variant, bijvoorbeeld met psilocybine, met de synthetische variant, en dan isoleert je een stof. Eigenlijk wat je in de traditionele geneeskunde ook doet, hè. Je geeft één bepaalde stof, terwijl iets wat in de natuur voorkomt, dat heeft zoveel complexer, en dat kan zoveel meer effecten hebben. Maar ja, dat kunnen we momenteel nog niet. Kan niet of mag niet? Is het zeg maar in het stukje dat het continu moet zijn? Dat je steeds dezelfde kwaliteit moet geven? Volgens mij is er tot nu toe, maar ik weet het niet, hè. Ik ben ook niet van alles op de hoogte en de wereldbol is zo groot. Volgens mij is er tot nu toe niemand op gecontroleerde wijze paddenstoelen of truffels kweekt. Ja. Dat wel zijn, mogen ze mij altijd contacteren. Bij deze de oproep. Ja, daar had ik eigenlijk helemaal niet bij stilgestaan. Dat nog een hele grote variabele is. Waardoor potentieel natuurlijk ook je onderzoeksgevaren in gevaar komen. Omdat mensen zeggen, ja, wat je doet. Maar misschien kreeg persoon A stofje A iets meer. En persoon B stofje B wat meer. Dus dan heb je een soort van confounding. Interessant wat je zegt. Dat holistische aspect. Hè, er zijn meer... In een pastoor zit meer dan alleen maar in dat stofje. Hoe ziet dat er in een onderzoekssetting aan uit? Want ook het toedienen van zo'n stof is natuurlijk ook niet alleen de stof. Ja? Set en setting voor degene die een beetje in de psychedelica thuis zijn. Hoe ga je daarmee om als onderzoeker? Ja, ik moet zo lachen nu. Omdat inderdaad, set en setting is heel belangrijk. En... Wij doen gecontroleerde studies in het lab en de reden waarom dat ik lach is omdat ik van een reviewer laatst commentaar had gekregen op een artikel dat ik gesubmit had. En die zei, je hebt dat in het lab gedaan. Die stellen daar ook weer vragen bij, omdat je dan ook een bepaalde setting hebt in een lab. En dan denk ik, het is... Ofwel een naturalistische studie waar je dan ook confounding factoren hebt, of je doet het in het lab. Nu, hoe doen wij dat? Het is niet een kill lab waar mensen in zitten. Het is meer een slaapkamerachtig iets. Er staat een bed, het is een beetje netjes aangekleed. En dat houden wij ook standaard voor iedereen. Dus het is geen kille omgeving, het is warm. En wij proberen zo weinig mogelijk te interfereren met de ervaring van de mensen. Volgens mij is dat momenteel
de manier... Ja, kijk, je kunt ook zeggen van ik wil setting gaan onderzoeken, heb ik ook ooit over gedacht. Maar dan moet je daar gaan variëren. Hè. Dan moet je zeggen van we gaan mensen in een witte kamer zetten, we gaan mensen in een cozy kamer zetten, we gaan daar mensen nog bij voegen. Dat je dan die afzonderlijke aspecten kunt studeren. Mijn gedachten gaan soms van hier naar daar, omdat ik dan weer aan andere dingen denk. Er is laatst een studie verschenen waarin ze psilocybine in een groepsetting hebben uitgetest. En ik denk ook dat dat the way to go is. Ik denk zelfs ook dat je niet iedereen psilocybine moet geven dan. Het feit dat je in een groep bent en dingen gaat samen doen, dat zal al een groot deel van het therapeutische effect gaan uitmaken, volgens mij. Wat was uw vraag nu ook alweer? Want het deed me echt zo denken aan mijn ervaring laatst jaar met de vloer. Dus wij testen dat in het lab. Nee, ja, ik heb zelf ook ben in ieder geval opgeleid tot experimenteel gedragspsycholoog, om dan helemaal te pinpointen. Ja. En dat is echt fascinerend inderdaad. Ja, maar hoe doe je dat dan? En experimenteel, want je moet alles controleren. En sociale psychologie werkt, persoonlijkheidspsychologie, wat ik ook heb gedaan, natuurlijk veel met vragenlijsten, dat is wat makkelijker. Ja. Maar inderdaad, ja, een experimenteel onderzoek doen waarbij je mensen een stofje toedient. En dus dat vind ik al prachtig en wat je doet. En wat was de vraag? Ja. Hele goeie, ja, maar... Want je zei dat groeps, het holistische aspect. Dat ze, ik zou het wel graag willen lezen, ook dat onderzoek over die groep. Want ik denk, ja, hoeveel kunnen wij leren? Gewoon wij met onze westerse wetenschappelijke geest. En we gaan het nu helemaal slicen. We gaan elke millimeter afzonderlijk bekijken, toetsen, verifiëren, theorie opbouwen. Maar joh, kijk eens even terug naar wat we eigenlijk al duizenden jaren doen. En misschien is het niet voor niks dat in een groep gebeurt. Onder leiding van een sjamaan. Die heeft er ook een rol in. En wat gebeurt er dan als er geen sjamaan is versus als er wel een sjamaan is of een andere guide? Klopt helemaal. Ik heb ooit eens een gesprek gehad met een onderzoeker. Hij deed psychedelisch onderzoek en zijn partner was shaman. En die partner die was aan het lachen en die zei, ja, het meeste van het werk dat gebeurt ook door mij. Of hij van het proces. Ja, maar het is juist zo interessant om dat wel te kunnen onderzoeken. Wat nu juist de ervaring bepaalt. En ik denk ook dat je geen één formule gaat hebben die bij iedereen gaat werken. Ja. Als je begrijpt wat ik bedoel. Sommige mensen gaan het misschien ook niet in groep goed kunnen voelen. Om te beginnen, hè. Maar dat kan altijd veranderen. Maar ja. Wat wil je zeggen? Ik vind het wel belangrijk dat wij dit in het lab testen onder gecontroleerde omstandigheden, maar het terwijl zo gemakkelijk mogelijk maken voor de persoon of comfortabel mogelijk, omdat je dan pas kunt causale verbanden leggen. Ja, en het zal nodig zijn om de publieke opinie ook bij te schaven. Wat ik had laatst Dr. Shona Shapiro, dat is een professor uit Amerika die al 20 jaar mindfulness onderzoek doet. Ja. Ook experimenteel. En daar is het ook. Want ik heb zelf ook onderzoeksambities. En ik vroeg ook, wat zou je tip zijn? En zegt, ja, do good research. Juist omdat het zo'n far out there ding is. En in haar geval was dat heel erg ook vermengd met spiritualiteit bijvoorbeeld. Meditatie, mindfulness. Van ga daar met je scientific mind in. En je moet je best wel staande houden. Omdat het zo'n... ja, blurry wordt van wat is dan spiritualiteit en psychedelica helemaal. Ik bedoel, psychedelica is een soort van mensoverstijgend, bewustzijns, niet vergrotend, maar gewoon openbrekend of zo. Mm-hmm. Dat is niet wetenschappelijk te... Ja, dat zal wel wetenschappelijk te duiden zijn, maar je wil daar ook data natuurlijk laten zien om de twijfelaars te overtuigen. Ja, overtuigen. Ja, gewoon inderdaad kunnen de feiten laten zien. En met twijfelaars, dat doet je me denken aan... Wij doen ook microdosing onderzoek. En
momenteel zijn er ook, gaan er stemmen op of zeggen mensen, ja, maar ja, toch een placebo-effect. We hebben nu ondertussen, zijn we onze tweede placebo-gecontroleerde studie bezig met microdosing. In de eerste hebben we effecten getest. En reviewers zijn ook kritisch, die zeggen, ja, dat zijn zo kleine effecten en gelooft je wel in die effecten? Ik zeg ook, kijk, de data zijn de data. Ik kan ze niet veranderen. Ik kan ze alleen maar proberen te begrijpen. En het feit dat we in zo'n studie ook effecten vinden op een biologische maat. We hebben aangetoond dat één enkele dosis neuroplasticiteit of markers van neuroplasticiteit verhoogt. Dat doet me dat er echt iets aan de hand is. Ik wil mensen niet overtuigen, echt niet. Ik wil gewoon echt snappen van wat gebeurt daar nu. En dat echt op een objectieve manier proberen weer te geven. En ik vind het dan jammer dat collega-onderzoekers, hoe moet ik dat zeggen, zo wantrouwig gaan kijken. En dat, natuurlijk, je kunt ook gaan onderzoeken of het echt een placebo-effect is. Daar zijn ook mensen momenteel mee bezig. Maar dat is nu mijn insteek niet, om dat helemaal gaan uitsplitten. Dat is wel echt onwijs gaaf. Dat is een microdosis, een aantoonbare verandering teweegbrengt op de indicatoren dan van neuroplasticiteit. Ja, misschien eventjes voor de luisteraar die nog even een beetje los is in de term neuroplasticiteit. Waarom is dat zo? Waarom worden we daar zo blij van? Neuroplasticiteit, dat kan veel betekenen in de hersenen. Dat kan zijn dat er nieuwe neuronen komen. Maar een neuron, dat is zo uw snelweg in uw hersenen. Het kan ook zijn, je hebt een begin van die snelweg, een einde. Het kan zijn dat er een begin iets verandert, aan het einde iets verandert, dat er iets bij komt. En wij hebben dus laten zien dat die marker voor die groei, die neemt toe na een kleine dosering van LSD. Maar we weten bijvoorbeeld ook uit onderzoek, uit ketamineonderzoek, dat ketamine dat ook veroorzaakt. We weten, ik denk vorig jaar is gepubliceerd, dat ayahuasca dat ook veroorzaakt. Zelfs de niet-psychoactieve component kan doen dat. Dus dat vind ik ook super interessant. En dat zo, wij hebben het niet kunnen linken aan gedragsparameters omdat onze steekproef te klein was. Maar dat is in de toekomst wel de bedoeling om het te repliceren, om onze bevinding. Ik ben benieuwd of het gelukt. Ik hoop dat het lukt. We weten ook dat bijvoorbeeld mensen die depressief zijn, die hebben verlaagde levels van neuroplasticiteit. En studies linken dat dan ook aan symptoomverbetering als er verbeterde plasticiteit is. Wat ik zo interessant vond was dat bijvoorbeeld de piek ongeveer na 6 uur kwam. Terwijl de stof in het bloed is dan al heel klein, weinig. Dan vraag ik mij ook af, is dat dan misschien een window waarin je therapie wilt gaan toepassen, ook met microdosering, hè? Dat zijn allemaal vragen waarover we kunnen gaan denken. Maar dat, als je erover nadenkt, één dosis. En hebben jullie gezien hoe lang dat effect aanduurt? Of dat blijvend is? Ja, dat is het natuurlijk. Hè. Iedere keer als wij onderzoek denken, oh, hadden we maar. Dus we hebben tot 6 uur na inname gemeten. En we zagen dat bij de hoogste microdosering, dus dat was 20 microgram LSD, was op 6 uur het hoogste niveau bereikt. Maar we weten niet of het daarna nog verder ging. Dus in vervolgonderzoek gaan we wel kijken van wat is het nu de dag nadien en de dag daarna. Maar ja, dat is vervolgonderzoek. Nee, en in sommige gevallen misschien de jaren daarna. Als je sommige onderzoeksverslagen leest van uit de jaren 70. Van, oh ja, we hebben ze ook na 20 jaar nog even teruggeconstateerd. En dit is wat ze nu... Waar ik naar verwijs, is iets, en daar wilde ik het heel graag met je over hebben. Misschien nog niet nu, maar hij komt nu. mijn gedachten gaan ook een beetje zo, dus sorry daarvoor. Ik heb recentelijk het boek van Fadiman gelezen. Ja. Long overdue, by the way. Maar wat ik daar... ten eerste wat ik daar heel gaaf aan vind, is dat het de...
subjectieve ervaring ook laat zien. Het onderzoek wat nu wordt gepubliceerd zit heel erg op de data, de stofjes, het kwantificeren. En dat zou bijna vergeten dat er ook een subjectieve beleving bij zit. Dus ik vind dat dan heel leuk om dat dan te lezen, hoe mensen dat ervaren überhaupt. Ja. En wat ik me afvroeg of dat nu nog gebeurt. Ik zag dat Fadiman in de jaren 70 onderzoek deed dat hij 4-5 mensen, echt high achievers, architecten, wetenschappers, engineers uitnodigt. Dus echt senior mensen die met een probleem zitten. Een ontwerp of een formule, iets waar een probleem waar ze zitten. En die komen dan voor een high dose LSD. Waarin ze na de trip, zeg maar, dus na het stukje waarbij je echt eventjes moet liggen en iets anders kan. Maar in de middag mochten ze aan hun probleem gaan werken. Mm-hmm. En dan lees je hoe ze dat ervaren, hoe ze de trip hebben ervaren, maar ook hoe ze dat daarna hebben ervaren. En dus ook, oh ja, en 20 jaar later is er dit van hem terechtgekomen. Dus het effect, ja. Problem solving en creativity en de lange termijn en dat echt iets openbreekt of zo, wat zo lang nog naëbt. Het is moeilijk. Het is moeilijk om dat echt met zekerheid te kunnen zeggen. Want je bent mens, je komt in contact met zoveel dingen in je leven. En om dat dan daaraan toe te gaan kennen, ja, dan moet je toch al grote groepen gaan onderzoeken. Dat die noise, dat die ruis van al die andere dingen wat in het leven gebeuren, dat die een beetje kunnen uitgemiddeld worden. Het is een prachtig verhaal, maar ja, ik weet niet, als onderzoeker sta ik er dan toch een beetje twijfelachtig tegenover, denk ik. Nou, misschien wel voor het 20 jaar effect, maar ik denk, ik vroeg me echt af, gebeurt dit nu nog ergens? Wordt er ergens nog onderzoek gedaan op problem solving een jaar? Want jullie hebben natuurlijk ook onderzoek gedaan naar creativiteit met microdoseren. En waarschijnlijk niet wetenschappelijk gebeurt het op heel veel plekken. Mm-hmm. Maar zijn er plekken die daar naar die hoge doseringen kijken en het effect op problem solving? Bijvoorbeeld? Ik weet het eigenlijk niet. Ik heb een jaar of 2 jaar geleden iemand gesproken op en die kwam inderdaad met dat naar me toe. Die zei, ik zou dat zo graag eens willen doen. Ik weet niet of die dat momenteel aan het doen is. Het kan zomaar. Ja. Ja, fascinerend. Want we hebben het heel erg over heling en de positieve effecten voor mensen met depressie, dat je al noemde. Misschien dat je zo meteen even wat meer kan vertellen over eigenlijk in welke toepassing dit is. Maar dat is heel erg gefocust natuurlijk op treatment. Niet gezonde subjecten. Ik denk, inderdaad, onderzoek naar, maar deze mensen zijn al gezond en zij zetten het in om juist zichzelf daar nog verder in te ontwikkelen of te groeien. Ja, daar heb ik eigenlijk ook een mening over. En dat is mijn persoonlijke mening. Hè. Waarom dat ik dit wil doen, is echt puur om het welzijn van mensen die het minder hebben omhoog te krikken. Ik denk, je hebt mensen die het goed doen in de wereld, of die goed functioneren. En die dan, we noemen dat cognition enhancers, cognitieverbeteraars willen gebruiken om toch nog net dat onderste uit te halen, hè, die verbeterde versie van hunzelf. Maar ik denk, daar heb je geen middelen voor nodig. Daar heb je eigenlijk, denk ik, een beetje soul searching voor nodig. Een beetje moeite. En ik denk, dat maakt voor mij ook het leven. Gewoon het voelen dat je jezelf kunt verbeteren. Je kunt dat, iedereen kan dat. Ja, iedereen, daar wil ik even de kanttekening bij maken. Ik denk dat mensen die depressief zijn, dat steuntje, dat duwtje in de rug hebben. En dat die dan gebaat kunnen zijn bij middelen, zoals psychedelica bijvoorbeeld. Die hun dan helpen vooruit te komen in het leven. Maar iedereen moet weten dat op een moment moet je het ook zelf doen. En het is ook niet de bedoeling dat je afhankelijk wordt van die middelen. Ja. Ik denk, microdoseren is ook niet iets wat je leven moet gaan doen. Het is je leven wat op een moment kun je ingrijpen, maar dan moet je het ook zelf doen. Ja, begrijp je wat ik... Ja, nee, absoluut. Ik vind het ook mooi dat je dat zegt. Misschien ook juist omdat het als een soort van booster wordt gebruikt en gezien als een soort van quick fix voor meer focus en meer flow, meer creativiteit.
En waarom ik dat onderzoek van Fadima ook wel zo interessant vond, is dat, of die verslagen ze vond, is dat een van die deelnemers ook zei, ik denk niet dat ik mezelf heb overstegen, ik denk alleen dat ik sneller tot de uitkomst was gekomen die ik toch wel had bereikt. Alleen het lijkt alsof nu de twijfels en het overanalyseren, alsof het gewoon wat, alsof ik sneller tot het eindpunt of tot de eindconclusie kom, maar ik was er toch wel gekomen. Daar mensen gelijk, daar heb je placebo gecontroleerde studies voor nodig. Ja. Want als jij een middel neemt, kun je jezelf ook gaan beïnvloeden. Ja. Ik heb eens een journalist gesproken, die was geïnteresseerd in microdoseren. En voor het interview had hij dat zelf gedaan, maar bleek dat ze een duizendste of een honderdste of weet ik veel wat had gebruikt, omdat ze het verkeerd had afgewogen. En ze merkte wel effecten. Dan is de vraag, ja, was dat echt gewoon puur de geest die haar dreef? Of toch? Ja, en een micro, wat is het kleiner dan micro? Ik weet niet, daar kan ik nu niet op komen. Duizend keer. Nano? Nee, ik weet het niet. En eerst een nanodosering, ja, zoiets. Hey, wat over de, wat ik net zei, op voor welke groep aandoeningen of groepen is psychedelica of psychedelische therapie, want het is vooral de psychedelica in combinatie denk ik met therapie en coaching, wat je ook al zei. Wie is het met name interessant? Dat is de vraag, hè. De vraag van een miljoen. Als je rond hoort, en we zien het ook in ons vragenlijst studies, waar we mensen vragen van welke stoornis heb je en gebruik je psychedelica om jezelf vooruit te helpen, dan zie je dat het heel divers is waar mensen de stoffen voor gebruiken. Neurologische aandoeningen zijn, dat kunnen psychiatrische aandoeningen zijn. En dat maakt het voor mij zo interessant. Het is zo precies het verhaal wat too good to be true is. Maar daar ligt dan waarschijnlijk een biologie aan ten grondslag die ziektes met elkaar delen. En ik ben momenteel een subsidieaanvraag in het schrijven die daarover gaat. Dus ik wil echt het mysterie ontdekken, zeg maar. maar wat ziet je het meeste? Ja, depressie, angst, PTSD. Wat nog? Ook ADHD, ja. Mensen brengen vast, oh ja, PMS ook, dat had Fariman al ooit in zijn boek aangehaald. Wij zijn daar nu ook een naturalistische studie naar aan het doen. Wij willen graag weten van vrouwen of ze microdoseren voor PMS, dus premenstrueel syndroom. En hoe ze dat ervaren. Om even nog een anekdote te geven, ja, wij hadden iemand die wou meedoen in de studie. En wij vragen mensen om één maand te microdoseren en één maand dan niet te doen. En ze zei, oh sorry, toen ik dat las, had ze beslist dat ze niet kon meedoen, omdat ze er echt niet zonder kan. En dan merk je dat mensen daar toch heel veel steun uit halen. En ik wil weten hoe dat komt. Ja. Ja. Ja, ja. Dus, ik kan me echt heel goed voorstellen dat... Hoe kan dat nou, dat het op zoveel processen zo'n grote invloed heeft? Wat is je, ik weet niet of je dat, je bent natuurlijk iets nu die aan het schrijven, dus waarschijnlijk kan je niet al te veel vertellen. Maar ik kan, welke richting? Nou, laten we ons misschien even iets doen wat nu niet loopt, want ik wil ook niet... Nee, weet je, ik ga dat ook niet zeggen. Precies. Ik vind het zo'n cool idee wat ik heb en ik hoop echt dat ik er geld voor ga krijgen. Dat ik het kan gaan uitvoeren. Ja, heel gaaf. Ik help je hopen. Misschien even terug naar waar je wel wat meer over kan vertellen. Ik zit even te kijken naar het laatste een artikel wat ik voor je vond. Dat ging al over depressie, maar ADHD noemde je ook. En dat is iets waar ik me recentelijk wat meer in aan het verdiepen ben. Vooral ook omdat ik me er heel erg in herken, maar dat nooit echt bewust of dat labeltje geaccepteerd heb. Of hoe dan ook, of eigenlijk helemaal niet interessant vind voor mij persoonlijk. Maar
Wat denken ze nu hoe microdoseren kan de ADHD-symptomen kan verlagen? Of is het niet alleen de symptomen, is het ook het mechanisme wat eronder ligt? Wat is jouw mening? Dat is een moeilijke vraag. Wij hebben, gelijk ik zei, we hebben vragenlijstonderzoek gedaan. En daar kwam uit dat mensen ook microdoseren voor ADHD. Dan gaat je daar verder over beginnen na te denken. En dan kijk je naar de evidentie die er momenteel is. En die is heel... Ja, dat is eigenlijk, er is nog niet geweten op wetenschappelijke evidentie, bedoel ik dan. Hè? Van placebo-gecontroleerde studies. Wij hebben bijvoorbeeld aangetoond dat een kleine dosering LSD kan helpen bij aandacht. Er is een andere studie geweest die ook laat zien dat mensen dat de tijdsperceptie verandert. Als je dat dan combineert met wat mensen zeggen dat ze ook meer mindfulness worden van een kleine dosering, dan probeer ik die puzzel in elkaar te leggen. En dan denk ik, dat is het misschien. De klok wordt misschien wat... die klok loopt te snel en die wordt misschien wat vertraagd op zo'n moment. Wat ik ook heel interessant vind is... mensen met ADHD die krijgen stimulerende medicatie voorgeschreven. En je merkt ook dat ADHD is iets wat je niet ontgroeit. Maar je kunt er wel mee leren kopen, zeg maar. Er zijn heel wat volwassenen die het dan ook nog hebben, maar die kunnen er dan op een of andere manier, die kunnen er beter mee omgaan. Veel mensen vinden de effecten van stimulerende middelen gewoon niet fijn. Ze vinden ook dat het hun persoonlijkheid verandert, dat het hun gevoelens onderdrukt. En als je dan gaat kijken naar psychedelica die net gevoelens meer aan de oppervlakte kunnen brengen, denk ik dat door die effecten wat ik genoemd heb, dat het wel eens daarom een match zou kunnen zijn met ADHD. En dan natuurlijk als we naar de stoffen kijken, ja, we weten dat met ADHD, we weten het nog niet juist heel, hè, hoe het allemaal ineens zit, maar we weten dat dopamine een rol speelt. Nu, vooral op serotonine. Maar we weten ook wel dat serotonine een component of een rol speelt in ADHD. En we weten ook dat LSD invloed heeft op dopamine. Dus het is complex. Op biologisch niveau, ik kan u dat niet zo zeggen wat het precies zou doen. We weten ook dat neurotransmitters elkaar beïnvloeden. Dus het kan ook meer als een waterval-effect gezien worden. Dat als je hier draait aan iets, dat aan de andere kant iets gaat veranderen. Dus het systeem, oh nee, dat hebben we nog lang niet ontdekt. Nee. Oh, toen ik het hoorde, was het eerste associatie die ik erbij had. En dat is meer uit een... developmental, het ontwikkelingspsychologie. Ja. Ik dacht vroeger ook, oh, ADHD, dat is inderdaad een chemische disbalans. En wat jij zegt, dat ontgroei je niet, daar heb je altijd last van. Alleen er zijn ook andere perspectieven. Gabor Maté bijvoorbeeld schrijft daarover. Is dat het in zijn ogen een omkeerbare impairment eigenlijk is in je emotionele ontwikkeling terug te herleiden naar heel vroege hechtingsproblematiek. Ja. Hij legt dat heel, heel mooi, legt hij dat ook uit, hoe dat werkt. En ik dacht meteen, oh ja, makes sense, dat als je met psychedelica, als je kijkt naar het helingstukje, mm-hmm. als je je emotionele ontwikkeling daarmee heelt of daaraan bijdraagt, dat een soort van, en dat dan het indirecte effect basically is op je ADD. ADD bijvoorbeeld. Ja, ja. Maar dat zou elkaar heel mooi kunnen aanvullen natuurlijk. Want dat zegt hij ook. Je gedrag is ook je neuro. Is ook je chemische huishouding. En je chemische huishouding beïnvloedt je gedrag. Dus dat klopt. Dat zit helemaal in elkaar verwoven, inderdaad. Oh, maar dat zou echt fascinerend zijn om dat uit te pluizen en te onderzoeken. Ja, we gaan in ieder geval een studie starten met ADHD-patiënten die we LSD gaan geven. Kleine doseringen. Ja. Dat staat er aan te komen. Maar biologisch mechanisme, ja, dat gaan we niet op 1, 2, 3 ontrafelen, helaas. Nee. Maar wel mooi dat begint. En
Ik zag ook iets over het effect van slaap. En dat is me overigens wel ingefluisterd door Hein. Even een heel kleine shout-out naar Hein van Microdosing. Kan je daar wat over vertellen? Hoe kan, of is het zo dat microdoseren slaap? Vertel. Ja, daar wil ik nog niet te veel over vertellen. Nee, we gaan inderdaad ook daar gereedheid aan het brengen om bij de ethische commissie. Maar ja, daar hebben we ook bepaalde hypotheses over. Wauw. Oh, nou, ik zal in ieder geval gewoon je publicaties in de gaten houden. En misschien dat je dan over een tijd nog een keertje terug moet komen om over al die dingen te vertellen waar je nu dan niet meer over mocht. Of nou, niet mag wel, maar dat wil je natuurlijk ook niet. Dus je ding. Ja, maar dat is het. Kijk, ik praat graag over alles en over al mijn ideeën. Maar het zijn ook zo wat mijn kindjes. En soms, moet ik dat zeggen? Ik zou het niet graag hebben. Dat is niet om de eerste te willen zijn, maar dat is iets dat ik graag wil uitzoeken en wil aantonen. En ik zou dat eigenlijk toch wel precies een beetje jammer vinden als iemand anders dan kan zeggen, oh ja, het werkt zo. Oh. Ja, misschien ook wel, want ik heb wat andere interviews ook met je gezien, dat je zei van, nou, ik wil wel een eigen onderzoeksgroep. Je hebt ook wat awards, ook als Young Scientist Awards, best wel competitief, ambitieus. Dus nee, dat snap ik wel. En volgens mij is dat ook juist wat jou dan zo mooi maakt. Is die enorme drive en die passie om dat gewoon uit te willen pluizen. Is dat nog steeds een plan om echt zelf een onderzoeksgroep te willen starten rondom dit thema? Denk je dat dit bijvoorbeeld een eigen wetenschapsveld zal gaan worden? Ja, we hebben natuurlijk al een team, maar ik vind ons team is te klein. Als je grote stappen wilt zetten, heb je ook de mankracht nodig. Ik hoop dat het team nog gaat groeien in de toekomst. En ja, ik zie dat als een apart onderzoeksveld, maar ik zou liever iets meer de holistische hoek ingaan, waarbij psychedelica één onderdeel is. Want je haalde het juist al aan, meditatie doet ook veel. Er zijn nog dingen, sporten heeft ook effecten op neuroplasticiteit. Het gaat meer om het totaalplaatje worden. Hè? Kijken hoe we het welzijn van mensen kunnen opkrikken. Gewoon al die factoren snappen. En dan ook kijken wat het beste past bij iemand. Je kunt gewoon mensen ook hebben die denken van, ja, psychedelica, daar ga ik niet aan doen. Dan moet je ook een alternatief hebben, vind ik. Ja, precies. Ja, en dan kom je dus inderdaad bij dingen zoals ademhaling, breathwork, maar misschien ook bepaalde vormen van yoga of meditatie. Ja. Ik was even de titel net stiekem aan het zoeken. Onderzoek wat ik vond, wat inderdaad ook keek naar mindfulness. Misschien kun je dat beter nog vertellen, ja. Ja, daar zijn ze eigenlijk al, ik denk ze zijn er al 10 jaar mee bezig. Met de effecten te onderzoeken ook in getrainde mensen die of die getraind zijn in mindfulness. Maar ik moet u nu even schuldig blijven wat zij juist vinden. Dat heb ik niet zo op de radar. Ja, had het. Misschien kom ik er zo meteen nog wel. Oh, wacht, hier staat het. Roland Griffiths dat het onderzoek doet. Even kijken, het is een review study die depressie, mindfulness en psilocybine. Die geduld van ons, ja, dat was een review. Ja, maar je hebt mensen die echt daar, omdat wij, dat was een idee. Inderdaad, mindfulness heeft vergelijkbare effecten met psychedelica. Maar mijn idee, wat ik eigenlijk ooit wou testen, nooit geld voor gekregen heb, is dat. Je kunt psychedelica waarschijnlijk als meer kickstart voor mindfulness gebruiken. Mindfulness, dat is iets wat werkt in depressie. Psychedelica werken in depressie. Maar ja, als je depressief bent, wat heb je aan de boodschap dat iemand zegt van, oh, ga maar mindfulness beoefenen. Om het even heel kort door de bocht te zeggen. Nee. En als je dan een opnieuw zo'n window die kunt creëren waarin iemand biologisch daarvoor openstaat en psychologisch, dan kun je die
waarschijnlijk op een snellere manier technieken aanleren die ze kunnen gebruiken in hun latere leven. Dat is zo het idee. Ja, en ik hoorde ook in, nou niet een waarschuwing, maar ook, het is geen quick fix. Een microdosering of een hogere dosering. Het is de combinatie van het middel en inderdaad, je staat dan open. Je bent, je kan opnieuw kijken. Je kan even over je eigen grenzen heen kijken of zo. Of uit je kaders treden. Ja, klopt. En als je dat alleen doet, kan dat ook. Maar het werkt vele malen beter als daar gewoon behandelprotocollen zijn voor en achteraf. En dat... Ik denk dat belangrijk is dat mensen wel begrijpen, want ik krijg ook soms mailtjes van wanneer is dat middel op de markt en wanneer kan ik het nemen? En ik snap dat ook, omdat we zijn er zo positief over. Maar het moet duidelijk zijn dat mensen toch nog zelf aan de slag gaan met hun problemen. Het is gewoon een middel wat een proces in gang kan zetten, denk ik dan. Denk je dat die... Nou, dat komen ook een beetje denk ik in de hoek van de commercie en als er straks als de clinical trials voorbij zijn en het wordt echt op grote schaal kan het voorgeschreven worden. Wat is het effect? Kijk je daar positief naar uit, naar de vercommercialisering die ongetwijfeld ook gaat gebeuren of ben je daar wat terughoudender in? Dat is moeilijk. Ik denk zonder geld kun je niks. Ik ga ook de studies wat we noemden naar ADHD en naar slaap, die worden ook gefinancierd door een bedrijf wat de middelen aan het ontwikkelen is. En soms staan mensen daar wat, hoe moet ik dat zeggen, niet twijfelachtig, maar zo fronsend tegenover. Maar uiteindelijk hebben wij hen nodig, want als je geen geld hebt, kom je geen stap vooruit. Als mensen niet willen investeren in iets, dan zijn we nergens. En ik denk, als het op grotere schaal kan toegepast worden, moet het goedkoper worden. Dus mensen zullen eraan gaan verdienen, maar het brengt ook iets terug in de wereld. Door hen kunnen de stoffen nu geëxploreerd worden. Ik denk dat mensen dat soms vergeten. Dat ze ook zeggen, ja, waarom gebruiken we niet? We hebben die stoffen, waar we het eerder al over gehad hadden. We hebben die stoffen, waarom gebruiken we het niet? Dat gaat niet door de regelgeving. En je wilt ook dat stuk bescherming er is, hè, trouwens. Dat je weet wat iemand krijgt of wat je iemand geeft. Dus ja, binnenkort op grote schaal, Maar dan gaan er toch nog heel wat stappen genomen moeten worden. En er zijn mensen... experts in hun veld mee bezig om protocollen op te stellen, behandelprotocollen. Het zijn nogal gevaarlijke wapens die je aan iemand geeft, psychedelica of MDMA. En je therapeut moet je natuurlijk altijd kunnen vertrouwen, maar je brengt iemand in een andere toestand. Dus daar moeten goede regels voor zijn. Ja, om te hebben. Snap wat ik doe. Ja, nee, absoluut. Ik ben heel blij dat je dat ook zo brengt. En je raakt ook meteen iets waar ik echt helemaal mijn hartslag helemaal van omhoog gaat. Dus bewustzijn. Hè? Het stukje consciousness en dat onderzoeken als wetenschapper bedoel ik. Zo van, maar wat is dat dan? En wie zijn wij dan daarmee dus eigenlijk ooglijk? Want een van de vragen die ik ook voor je had is van, goh, waar is zijn... wat is de rol bijvoorbeeld van spiritualiteit in dit verhaal? Of meer holistisch? Nou, daar hebben we het al wel over gehad. Omdat het van die ervaringen kunnen zijn die gewoon zo mind-shattering, mind-blowing, een eenheidservaring of een mystieke ervaring, religieus, hoe je het ook maar noemen wilt. Om dat te gaan onderzoeken en wat gebeurt er? Want dat zegt in essentie ook iets over... zijn als mens en waar onze gedachten vandaan komen en dan kom je heel snel op het vlak spiritualiteit. Hoe balanceer jij dat? Wat is bijvoorbeeld de rol van spiritualiteit misschien in je onderzoek of bij jou als mens? In deze fascinatie voor wie zijn we en hoe werkt het? Goh, dat is een moeilijke vraag. spiritualiteit. Ik ben daar...
Ik ben er niet zo mee bezig. Ik weet het niet. Ik vind het heel moeilijk. Ik vind het wel waardevol. Moet ik dat zeggen? Je moet iedereen in zijn waarde laden. En mensen die ervaringen delen, ja, dat is prachtig. En word je zelf ook rijker van. Maar ja, ik weet niet wat je juist wilt weten van mij. Nee, ja, misschien wat. Kijk, het onderzoek is natuurlijk kwantitatief. Ja. Onderzoek. Waar we het over hebben gehad, dat is belangrijk, want het is ook één kant van het verhaal, de biologische kant van het verhaal, maar er gebeurt ook nog iets anders. Mensen hebben een subjectieve ervaring, ze maken iets mee, dat proberen ze te duiden, los van religie, maar ik denk, zodra je in je ervaring duikt en introspectief met jezelf naar binnen gaat kijken, voor mij is dat spiritualiteit, voor mij is spiritualiteit gewoon naar binnen kijken, basically, zonder dogma's of religies of Ik denk dat wij daar momenteel te weinig op focussen nog. Wat wij gebruiken, dat zijn inderdaad gestandardiseerde maten. We gebruiken gedragstaken, omdat je daar iets objectief mee kunt vaststellen. Maar ik zie ook dat er heel veel in die kwalitatieve data zit. En ik denk, er zijn ook onderzoekers die zich daarmee bezighouden. Ik denk dat wij in de toekomst ook meer willen. Dat je een verhaal hebt van iemand en dat je dat dan toch weer probeert te kwantificeren. Ja, of gebruik je theorie natuurlijk in de exploratieve fase van een theorie, van een wetenschapsveld. Dus de kwalitatieve data, een soort van dat kan een soort voedingsbodem zijn om allerlei mooie hypotheses uit te gaan ontwikkelen die jij dan weer kan gaan onderzoeken natuurlijk. Ja. En het jammer gewoon is dat je te weinig tijd hebt. Je brengt iemand onder invloed en je hebt een bepaalde focus. En wij zijn dat ook. Wij willen zoveel mogelijk in een studie steken om zoveel mogelijk te weten te komen. En dat gaat dan niet. Want je moet mensen ook even in die ervaring laten. Je kunt niet de hele tijd gaan vragen van hey, wat je wilt. Ik zit toch wel in zo'n ruimte, 20 mensen, 20 mensen ayahuasca, tussen het purgen, kotsen, want er gebeuren nogal wat heftige dingen. Oh, maar wil je ook nog even een vragenlijst in? Ja. En ja, je kunt natuurlijk het nadien vragen, maar dan kijk je ook weer terug, hè? Ja. Dat is ook anders. Ja. Het is moeilijk. Ja. Maar ik begrijp u helemaal, die kwalitatieve gegevens zijn heel belangrijk. Het is grappig dat ik. Sorry. Ja. Nee, zeg maar. Nee, ik onderbrak jou, sorry. Nee, ik wou gewoon zeggen, dat is inderdaad gewoon het startpunt van weer iets. Hè. Dat is ook gelijk anekdotes als mensen zeggen van, ja, wat wij uit surveys halen. Dus ik vind een schat van informatie zit daar in die zelf-experimenten. Niet om mensen te gaan stimuleren om dat te doen, hè. Nou ja, daar komen we zo meteen nog even op terug. Maar wat ik wil zeggen, ik vind het wel grappig om mezelf zo op kwalitatieve data te horen. Terwijl ik heb een PhD-traject gestart en afgebroken op 3/4. Omdat het. Nou, lang verhaal. Maar het was toen niet het juiste moment en ook net niet het juiste onderwerp. Ja. En ik was echt een hardcore kwantitatief psycholoog. Nou, experimenteel sociaal psychologie. En ik ben ook statisticus. Ik heb lessen gegeven in statistiek. Dus daar ben ik helemaal, ook heel veel blij van. en toen ben ik beleving gaan onderzoeken. Ik heb een schaal ontwikkeld waarmee je event- en festivalbeleving in kaart kan brengen. Oh. Want ik dacht, hoezo kan je beleving niet kwantificeren? Wat een bullshit. Lekker jeugdige optimisme natuurlijk. Dus ik heb me daar helemaal ook 4 artikelen over gepubliceerd. Dus ik vind het grappig om bij mezelf te merken dat ik nu juist heel erg aanga van de anekdotes en de verhalen. Ik heb heel, heel vroeg, heel per ongeluk, heel toevallig, Shulgin gelezen. Ja. Leuke anekdote aan zich. Waarom dat bij iemand op de boekenplank stond, waar ik als tienermeisje dan wel eens naartoe ging om wat leuke avonden zo te hebben. Dat was een oude hippie. En ik las alles wat los en vast zat. Dus ik ga altijd kijken of er wat tussen zit waar ik wat ik lekker kon lezen. Dus ik heb dat hele verhaal, zijn autobiografie en hoe ze dat deden. En voor degene
die, nou, Shogun heeft, ik weet niet of hij alles heeft gesynthetiseerd, maar wel echt heel veel. Ja, ik denk het wel. Ja, ja, ja. MDMA komt ook van hem af, toch? Even, ja. Check, ja. Ja, klopt. En om dan te lezen... Nee, het is te zeggen, je kunt hem de Godfather noemen, maar niet de Father, want het is eigenlijk door Merck ooit gesynthetiseerd, dus ja. De Godfather van MDMA. Ja. Zal hij waarschijnlijk, als hij nog had geleefd, had hij het misschien nog wel mooier gevonden ook. Maar om dat dan te lezen, dus, want hij deed het dan zelf en met zijn vrouw en zij is even ook ervaring verslagen daarover. Mm-hmm. En dat is mijn introductie geweest. Heel jong, heel vroeg, ergens 18 nog voor ik ging studeren. Helemaal losgelaten, weer helemaal vergeten. En dat komt eigenlijk nu weer een beetje boven. Ze van, oh ja, die verhalen, die waren zo rijk. Ja, dat is leuk. Ja. Echt leuk. Ja. Ja, ik denk ook dat we met de... En dat is ook iets wat mij heel erg interesseert. Met de digitale technologie gaan we zoveel opties krijgen. Je kunt ook... Om een heel... Ja, niet out of the box. Mensen doen daar ook onderzoek naar. Dat je gaat kijken van hoe lang verhalen schrijven ze op Facebook. Of wat is de toon. Dat kun je allemaal gaan gebruiken als data. Wij hebben laatst in die microdoseringsstudie met LSD hebben we mensen een verhaal laten schrijven. En we hebben dat met een programma geanalyseerd. Dat programma kan alle woorden in categorieën zetten. Dus dan weet je hoeveel sociale woorden iemand gebruikt. Of hoeveel positieve en negatieve woorden. Dat is dan wel gestript van de context. Maar je hebt een kwantificatie van de data. En dat gaan we ook meer inzetten. Oh, super gaaf. Ja. Ik heb voor mijn bachelor thesis een inhoudsanalyse gedaan. Ik denk dat die misschien wel een soortgelijke tool, maar inderdaad ook een week een internetforum gaan analyseren. Ja. Een Marokkaanse internetforum over seksualiteit. Dus die mensen weten niet dat ze worden onderzocht, dus die praten echt nog wel vrij uit. En het was superleuk, want je pakt een aantal van die threads, dus van die dialogen. En dan gaat kijken, wat voor capriën inderdaad. Uiteindelijk was het allergaafste nog om te merken van, oh, maar er is ook duidelijk één onderwerp waar helemaal niet over wordt gesproken, wat je wel echt zou verwachten. Dat was toen eigenlijk de mooiste conclusie, maar wauw, ik zou het echt heel erg benieuwd zijn wat dat zou gaan, hoe de psychedelische rapporten worden, wat eruit komt. Daar doet mij nu aan denken. Daar zijn al mensen die daarover gepubliceerd hebben. Dat noemen ze de nanographic studies. Dan nemen ze bijvoorbeeld Arrowhead en dan gaan ze die analyseren. Ja. Dus dat gebeurt. Ja. Het enige wat je dan kunt zeggen, wat het een nadeel is, mensen die daar hun ervaring gaan delen, weten eigenlijk niet 100% zeker wat ze hebben genomen en in welke hoeveelheden. Ja, eigenlijk zou ik dat nog met elkaar willen matchen. Dus dat je het van dat je beïnvloedt wat ze krijgen en hoeveel, dat geen variabele is. En dan inderdaad die subjectieve ervaringen. Ja, wauw. Volgens mij moet je terug het onderzoek in. Ja. Nou, dat weet ik wel zeker. Alleen ik ben natuurlijk zo lang er nu uit. Maar aan de andere kant denk ik, ja, ik vind, weet je nou, de mushroom. Ik ben even zijn naam kwijt. Paul Stamets. Oké. Ja. Ik dacht ook van, ja, ik kan nu niet meer terug. En ik ben al zo lang uit de academia en uit die pool. Het is niet helemaal waar, maar ik zal waarschijnlijk nog steeds wel binnenkort of over een tijdje kijken of ik als externe PhD alsnog kan aanhaken. Waar? Kan aanhaken. Bij hem? Nee, of gewoon überhaupt. Misschien wel bij jullie, ik weet het niet. Ja, ik was ook in het denken. Misschien moeten we nog wel eens verder praten. Ja, nee, dolgraag. En ik vind de combinatie met psychedelica, mindfulness, depressie. En ik zou het nog groter willen trekken. Forest bathing, dus Shinrin Yoku's, Japans onderzoek wat ook gewoon gefund, preventief, maar ook genezend in wordt gezet voor allerlei mentaal welzijn. Dacht ik, als je die mensen nou laat microdoseren terwijl ze in het bos zijn. En daar een controlegroep op, ideeën te over, maar
Ik dacht, ja, dat kan niet, want ik ben er al zo lang uit. En ik mis natuurlijk ook, ik heb wel goede opleiding gehad, maar nou, misschien heb ik wel te weinig discipline. En ik denk, nee, kijk naar Stamet. Die doet het gewoon helemaal op zijn eigen houtje. Die fundeert zijn eigen onderzoek. Die publiceert gewoon. Dus ja, het is vooral natuurlijk een kwestie van funding voor geld, waar jij ook in zit. Ja, ideeën te over, maar wie gaat het onderzoek betalen? Ja, klopt. Ja, ja, same. Ja. Volgens mij heb je ook meer ideeën nog dan leven. Ja, is jammer. Maar het is zo. Maar ik denk wel, ja, och. Dat is eigenlijk hetgeen wat ik het leukste vind aan onderzoek. Het kunnen creëren, het kunnen nadenken over dingen en iets op papier zetten, iets nieuws, iets, ja, het proberen te snappen. Dat is echt wat mij drijft en wat me gelukkig maakt. Dus ja, dat kun je ook zonder geld, maar op een moment moet er wel geld komen om die ideeën te concretiseren. Nou, je moet studies doen, je hebt personeel, weet je hebt mankracht nodig, je hebt materiaal nodig. Natuurlijk dat, en Stamets doet dat met zijn patenten die heeft, dus die zorgt voor zijn eigen inkomensstroom. Goed, we daalden af, want dat wilde ik eigenlijk helemaal niet met je over hebben. Wel een vraag over het effect. En ik heb er maar één dingetje over teruggevonden. Longevity. Ik vroeg me af of daar nog, als ik kijk naar hoe oud Shulgin werd 88, wat heb ik nog heel opgezocht. Albert Hofmann 102, geloof ik. Richard Alport, ook wel bekend als Ramdas, de collega van Timothy Leary, werd ook 88. Mensen worden oud. Tijd, hè? Ja, niet precies. Neuroplasticiteit. Ja, zit daar ook niet nog een onontgonnen potentie op dat vlak? Ja, ik denk wel dat ze daar op hun focussen zijn. Ik denk, Janne, die heeft een studie met microdosering van LSD. En die hebben ook de oudere populatie getarget met, denk ik, het doel om te snappen, ja, of je cognitie kunt verbeteren in de ouderen. Dus ik weet niet of je daar naartoe wou, Alzheimer of dementie. Ik zie daar eventueel wel potentieel. Allee, de evidentie is. Hoe beter dat we het mechanisme gaan begrijpen, snappen we misschien dat daar ook. Voor die stoot. Oh, ik kan nog niet meer praten. Dat het daar misschien ook voordelig voor kan zijn voor die groep. Ja. Dan? Ik word er in ieder geval. Volgens mij is er meer dan genoeg nog werk te doen. Ja, denk ik ook. Is er nog iets waarvan ik dat wil ik echt heel graag nog meegeven voor degenen die luisteren als het gaat om psychedelica, misschien in het bijzonder om microdoseren. Misschien een grote valkuil om te omzeilen of jouw mooiste uitkomst of boodschap die je hier daar nu misschien mee wil uitdragen? Goh, dat is een heel moeilijke. Nu moet ik een heel diepe boodschap meegeven. Nee, sorry. Dacht ik het ook toen ik het zei, dacht ik, oh, is net een, nee. No pressure. Eerst en vooral, ik stimuleer het gebruik die middelen niet. Ik hoop ook niet dat ik dat met mijn presentaties doe. Ik heb ook respect voor mensen, want ik krijg ook mails van mensen die zeggen, hey, mijn kind is bijvoorbeeld aan MDMA verslaafd geraakt, ecstasy dan eigenlijk, en ik vind wat je doet helemaal niet goed. Die mensen zijn er ook. Ik wil die niet voor tegen de borst stuiten, ja. Maar ik wil wel de ruimte krijgen en, om te ontginnen wat die stoffen kunnen betekenen. En ik wil er echt een gebalanceerde boodschap over kunnen brengen. Eerlijk zijn over de positieve dingen en de negatieve dingen. En ik zou willen meegeven aan mensen is, blijf over praten zonder angst. Want angst is dat remt het hele proces. Gewoon eerlijk zijn, gelukkig zijn in het leven, dat ook proberen te zijn zonder middelen te gebruiken en proberen hunzelf te ontdekken. Volgens mij was dat, sloot je ook zo een videootje af wat ik tegenkwam, is dat je echt boodschap van, nou niet op die manier, maar dat vond ik heel mooi, dat had ik meegenomen, dat
dat we niet in plaats van vanuit angst hiernaar kijken als onderzoekers ook, of als bevolking, maar vanuit een soort nieuwsgierigheid. Ja. Gepaste nieuwsgierigheid. Want ja, het is niet dat je daar helemaal blind in moet springen of naïef. Maar wel ja, op je hoede. Nee, dat vond ik een hele mooie om mee te geven. Ja. Maar oh ja. Ja, ja, je zegt je stimuleert het. Wat je zei, dat mensen er verslaafd aan raken. Dat was voor mij ook wel. Dat is ook wel echt een puzzel. Want het wordt ingezet voor alcoholverslaving. Om mensen te helpen. Om een verslaving te doorbreken. Ik denk dat daar de rol van coaching en therapie natuurlijk ook heel erg evident uit blijkt. Ik moet eerlijk zijn, de cijfers van psilocybine en psychedelica verslaving, die zijn mij onbekend. Ik denk ook dat, ik weet niet of die echt bekend zijn. Ik heb laatst volgens mij nog met iemand over gehad. Die zijn heel moeilijk boven water te krijgen. Ik denk ook dat het bijna niet bestaat. Ik heb wel ooit eens gezocht naar de cijfers van ecstasy verslaving. En er zijn gevallen die daaraan verslaafd raken, ecstasy dan. En ik denk, in het leven kun je aan alles verslaafd raken. Maar dan moet je jezelf ook een stukje kennen. Maar wat wou ik zeggen, het zijn relatief veilige middelen. En wat jij ook zegt, het is een kwestie van het samen met iemand te gebruiken. Niet met je vrienden, hè. Met een therapeut of iemand die je kan begeleiden. En die een veilige omgeving voor je kan creëren. Dus ja, je had het erover van wat is het nu? Is het nu verslavend of niet? Nee, ik denk van niet. Voor de meeste niet. En ja, het wordt ingezet tegen verslaving. Alright, ik denk dat ik jouw tijd ga respecteren en hem ga afronden. Ik heb nog heel veel vragen. Volgens mij moeten we inderdaad nog wel een keertje met elkaar gaan kletsen. Nee, ja, moeten we doen. Stuur maar een mail. Ja, het is wel leuk, want volgens mij is dit. Nou, we hebben er ongeveer anderhalf jaar over gedaan om elkaar niet te spreken. En we hebben nog geen tijd. Ik heb ook geen haast. Nee, helemaal geen sorry. De wereld, COVID, belangrijkere zaken. Nee hoor, alles. Volgens mij is het gewoon precies zo gelopen zoals het moet lopen. Dus ik wil je heel erg bedanken voor je tijd. Maar vooral ook echt voor het werk wat je doet. En de passie en de nieuwsgierigheid. De gedrevenheid, zegt ja, ik vind het heel inspirerend, dus dank je wel daarvoor. Ja, dank u voor het leuke gesprek en de uitnodiging. En succes nog.